Ja, ik denk dat het besef moet doordringen dat de mens geholpen moet worden. Omdat de mens gewoon niet in staat is om zelf dingen niet te doen die slecht voor ze zijn. Ik heb natuurlijk, nou dat zeg je eigenlijk al, ik heb me jaren natuurlijk verdiept in de voedingsindustrie. Steeds van het ene onderwerpje naar het andere onderwerpje. En daarbij kwam ik toch steeds meer tot de conclusie van ja, daaronder ligt gewoon iets wat gewoon niet klopt, wat niet goed is, wat niet gezond is. Ja. Maar dat was meer, ja, elke keer weer, dan kom je in de ene fabriek, in de andere fabriek, denk je, ja, dit klopt niet, dat klopt niet. Maar dat ik eigenlijk wilde uitvinden, maar wat is dan de lijn die daar eigenlijk onder zit? Wat is het systeem? Het beestje zelf is ziek. Ja, ja, en tegelijkertijd heb ik dus ook wel eens programma's gemaakt over de plofkip. En dat is dus de analogie is dat de plofkip, die wordt dus in 6 weken tijd van een kuiken naar een ontzettend dikke kip. Dik groot beest. Ja, en het mooie van die plofkip, die plofkip is eigenlijk ook wel weer een fantastisch beest. Want het is eigenlijk het meest efficiënte stukje vlees dat je kan eten. Ze hebben dus die plofkip die heeft dus een voedingsconversie bijna van 1-1. Dus bijna 1 kilo voer wordt 1 kilo vlees. Het is fantastisch, dus dat is heel milieuvriendelijk. Het meest efficiënte stukje vlees. En zodra die voedingsconversie slechter wordt, moet die dood. Ja. Maar die plofkip wordt dus in een hele korte tijd vet gemest om op te eten. En wij als mensen worden ook in betrekkelijk korte tijd vet gemest. Niet om op te eten, maar want dus bij ons is het voeren van onszelf is het doel aan zich. En wat gebeurt met een ontzettend uitgekiende manier van voeding ontwikkelen? Ja, ik zeg voeding. Maar in navolging van Michael Pollan. Amerikaanse plantenonderzoeker. Ja, en voedingsschrijver. Ja. Die heeft het ook niet over voedsel, die heeft het over food-like substances. Ah ja. Dus op voedingsgelijkende substantie. En dat is eigenlijk wat wij voor het grootste deel eten. Het wordt gemaakt en vervolgens wordt het zo wordt het in de winkel gelegd en wordt het op zo'n manier gemarket dat we er niet aan kunnen ontkomen. En dat is het onderliggende systeem. Nou, het onderliggende systeem is natuurlijk Kapitalismus. Het is dus inderdaad, kapitalismus moet zijn. Dus dat is dus deze voedingsgelijkmakende substantie producerende fabrikanten. Ja. Die zijn er niet op uit om goed voedsel te maken, maar om winst te maken. Als ze meer winst zouden kunnen maken met schroefjes en moertjes, zouden ze dat doen, zouden wij er misschien een stuk gezonder bij lopen. Maar ze doen het nu met food-like substanties. Ja, precies. Dan nog even over iets wat jij in je boek beschrijft. En dat vond ik eigenlijk een heel interessant gegeven. En iets wat we niet aan ons voorbij moeten laten gaan. Dat het helemaal niet makkelijk was voor die bedrijven om in de eerste instantie ons aan die highly palatable foods te krijgen. Dus dit is een stukje geschiedenis. Dit is ook een stukje kunstgeschiedenis in zekere zin. Ja. Dit zijn de Campbell's Condensed Soup. Ja. Maar dat was eigenlijk helemaal niet meteen een doorslaand succes. En zeker in Nederland niet. Nee, nou ja, dus dat is inderdaad. Dus eigenlijk zo'n beetje soort na de Tweede Wereldoorlog kwam het langzamerhand op dat wij overgingen op gemaksvoer. Mm-hmm. De techniek was voor een groot deel in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld voor soldaten. Dat die blikjes er waren. Maar voor de Tweede Wereldoorlog was het zo dat gewoon de huisvrouw, of als je bediening had, als je rijk was, die waren gewoon daar uren aan het koken. Klinkt ook niet heel eerlijk. Nee, dus dat was ook helemaal niet eerlijk. Maar die waren dus uren aan het koken. Dus nu hebben wij tegenwoordig vliegschaamte. Maar in de jaren 50, 60, ook nog wel 70, was er sprake van gemaksschaamte. Ja. Dus als jij als huisvrouw opeens iets in een half uur op tafel zette, terwijl je daar voorheen met alle ingrediënten 3 uur mee bezig was, dan was dat eigenlijk not done. Ja. Dus er is een samenhang. En ik moet het even goed uitleggen, want anders dan kom ik helemaal fout uit de hoek. Mag ook. Maar er is een samenhang tussen de vrouwenemancipatie en de opkomst van dit gemaksvoer. Ja.
Juist. Dat is op zich... Kijk, dit was dus deel 1. Dus... Dat is op zich het toejuichen waard. Ja, dus, dat, nee, ja, dus, het, nee, dus nu ga ik het even inkleuren, zodat u niet meteen allemaal zo woedend wordt. Maar dus aanvankelijk ooit had je een kostwinner. Die kon genoeg geld verdienen voor het hele gezin. En daardoor kon dus één iemand geld verdienen en kon iemand anders al die andere taken verrichten. Koken, voor de kinderen zorgen enzovoort. Nou is het natuurlijk, de fout in dit systeem was niet dat er een kostwinner was. Lijkt me heel goed dat je met één persoon genoeg geld verdient voor twee of meer mensen. De fout in het systeem was natuurlijk dat die kostwinner per definitie een man was. En diegene die het huishouden en die kinderen deed, per definitie een vrouw. Dus op een gegeven moment gingen die, dus, ja, vanaf rond de jaren 60 gingen de vrouwen ook buitenshuis werken. Maar het was niet zo dat die mannen toen zeiden, weet je wat, kijk, hier kom ik toch weer wat woker uit de hoek dan u dacht. Dat die mannen die zeiden toen niet van, weet je wat, dan gaan wij ook de zorgen thuis delen. Ja. Dus die vrouwen die kregen iets dat heet dubbele belasting. Weet je ook meteen wie we de schuld moeten geven, eigenlijk in het hele verhaal? Dat zijn die mannen in de jaren 50 geweest. Juist, ja. Dus dat heette de dubbele belasting. Dus die vrouwen die moesten dus en werken en het huishouden en voor de kinderen zorgen. En toen kwam langzamerhand dus dat gemaksvoer. En daardoor konden die vrouwen toch, hadden ze toch nog wel een soort van een leven. Waarbij dus ook moet gezegd worden dat wat vervelend was, is dat als je dus dan had gekookt en die kinderen die waren dan ook nog aan het klagen dat ze het niet lekker vonden. Ja. Maar gelukkig, het gemaksvoer, dat was dus op allerlei manieren makkelijk. Namelijk, het was er snel. Het ging zo bij je naar binnen. En het was heel lekker gemaakt. Het was highly palatable. Met een beetje suiker erbij en ja, een beetje vet. Ja, ja. En nu even fast forward, want ja, daar moeten mensen ook zeker het boek op naslaan. Wat heeft dat te maken met dat wij nu plofkippen zijn? Wat bedoel je? Nou ja, dat die verandering van highly palatable foods die op de markt komen, ja, ja, destijds. Ja. Wat heeft dat te maken? Dus gewoon, kijk, dus de minuten dat wij in de keuken staan, die gaan lopen alleen maar terug. Omdat dit voer er is, dat het overal beschikbaar is, dat we het dus in huis halen, dat 80% van het voer, van het voedsel in de supermarkt ongezond is. Dus dat het eigenlijk bijna nog soort zoeken wordt naar gezond voer. Dus het is gewoon steeds erger geworden in de supermarkt, maar ook overal op straat. Ja. En nu is dit soort nepvoer is ons voer geworden. Ja, dus waar dat gemakstaboe eigenlijk eerst een beetje als een soort van verdedigingslinie tussen ons en dat ja, ongezonde voedsel zat, is dit nu de norm geworden? Ja, het gemakstaboe was natuurlijk wel, om het nog een keer te zeggen, van die man naar die vrouw. Ja, nee, dus het was niet zo dat die man dan zei van, nou, weet je wat, ik ga nu in 3 uur een pudding maken. Nee, precies. Nee, dat zou hij nooit doen. Felix, welkom. Ik zou ook nog voor de volledigheid introduceren. Promoveerde in het Nederlands Herseninstituut van Dick Swaap op de invloed van hersengebieden op overgewicht. Kinderarts in Ons Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam. En spreekt daar met kinderen en gezinnen met overgewicht. Felix, welkom. Dankjewel. Een van de dingen die Teun in zijn boek laat zien, en dat laat jij eigenlijk zien via de route echt van het neurologisch systeem, van onze hersenen, dat hoe wij praten, en dat is vaak in een taal van individuele schuld, zo praten we vaak over gewicht en gewichtsgerelateerde ziekte, dat eigenlijk niet klopt. Dat we te maken hebben dat het probleem zich helemaal niet laat definiëren langs individuele lijnen. Ja, dus dat moet echt stoppen. We moeten echt stoppen met die illusie dat het een ding is van de goede kennis en een beetje discipline en dan red je het wel. Ja. En daarvoor is het belangrijk om te weten hoe het in het brein werkt. Ja. Want jij gebruikt niet de plofkip, maar een hamster om dat uit te leggen? Ja, klopt. Ja. Het wordt een hele dierentuin. Ja, ja. Maar dus, als het helpt met het uitleggen dan. Ja, zeker. En het is belangrijk om te weten dat er 3 hersengebieden zijn die er belangrijk in zijn. En als je weet hoe dat zit, dan snap je ook veel beter waarom je het niet kunt maken om alleen maar die adviezen te geven en dat morele aspect zo sterk naar voren te laten komen.
En dat kan ook helpen om te kijken wat er werkt of niet werkt als je het over maatregelen hebt. Het eerste gebied is eigenlijk ons oerbrein. Dat is een heel klein gebied, het heet hypothalamus. En dat noem ik dus de hamster. En dat oerbrein is ontstaan in miljoenen jaren van schaarste. Mm-hmm. Dus die doet heel goed wat die moet doen, namelijk ervoor zorgen dat we overleven. Die gaat over hartslag, over ademhaling, over temperatuur, over voortplanting, over stress. Gaat ook over warmteregulatie. Je kunt hem ook voelen. Als je nu buiten zit vanavond, wordt een beetje fris. Dat ontzettend lekkere gevoel om even een deken over je heen te slaan. Dat is je hamster, want die hebt berekend, wacht even, twee lichaamstemperatuur van 37 graden en hier is het nu 19 graden. Ja. We gaan onze vetvoorraden verbranden. Dat is niet de bedoeling. Dus je gaat dan die deken... Die stuurt je richting comfort, richting... Ja. Lekker. Lekker zo'n dekentje. Ja. Of vochthuishouding, dat doet hij ook. Dus als je net iets te weinig vocht in je lichaam hebt, dan wordt een glas water ineens een delicatesse, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Maar dat is die hamster die jou aanstuurt. Ja. Als je ernstig bent uitgedroogd, dan wil jij bij de kraan. En dan gaat die hamster je gehele gedrag overnemen. En alle ethische en rationele bezwaren worden opzij geveegd. Jij moet naar de kraan. Ik noem het... Dan word je je hamster. Ja, precies. Ja, exact. Je bent dat dan met name. En ik noem het omdat de energiehuishouding ook in de hamster wordt gereguleerd. En dan hebben we een probleem dat is een beetje anders dan met het water. Want als je te veel hebt gedronken, dan stopt die op een gegeven moment. Maar er is alleen een beveiliging per maaltijd. Want in de evolutie was het onhandig om je te overeten, want dan kon je weer gepakt worden door een ander roofdier. Dus daar zit weer enige beperking per maaltijd in, maar totaal geen beperking op den duur. Dat gaat maar door. Het is geen goed huishoudboekje verder, die hamster. Nee, want die weet gewoon niet dat er supermarkten zijn. Nee. Ja, dus Felix, kan je dan uitleggen waarom... Want dat, de eerste keer dat ik dat hoorde, was het voor mij heel contra-intuïtief. Dat als je dus iets ziet, bijvoorbeeld een koek of een chocoladereep of zo, dat je het juist dat oerbrein juist zegt: fijn, veel calorieën. Ja, leg dat eens uit. Ja, het oerbrein denkt dat er waarschijnlijk, volgens de voorspelling van de afgelopen miljoenen jaren, ja, is het heel waarschijnlijk dat er morgen en misschien wel zelfs ook een hele maand geen voedsel is in een koude omgeving met regen en misschien nog een infectie zonder antibiotica. Daar stelt die hamster zich op in. Ja. Zo is die opgevoed in die lange periode. Dus die microseconden evolutionair gezien dat we nu in welvaart leven, ja, daar snapt die hamster helemaal niks van. Die is gewoon niet gemaakt voor welvaart. Ja, en vervolgens is het dus zo dat wij denken, ha, lekker calorieën. Ik geef het zo aan jou over, hoor, Kees. Maar dan denk je van, ha, lekker calorieën. En dan in de oertijd was het misschien een bison en kwam die er dan had je een week lang geen bison en moest je die juist hebben. En nu heb je die calorieën en dan ga je naar de volgende hoek van de straat en dan worden die calorieën alweer aangeboden. En dan gaat het systeem weer opnieuw werken. Ja. Het is niet nodig, maar die feedback kon niet ontstaan. Dus dan gaat die er weer voor. En dan had je nog een ander gebied. En ik denk dat is degene vanuit we vaak redeneren als we dit verhaal vertellen. Ja, dan hebben we een ander hersengebied. En wij zien onszelf heel graag als met name dat hersengebied. Maar het is een rationeel wezen. Goede voornemens, goede analyses. Afwegen. Ja, precies. Afwegingen maken, dingen wikken. En dat is de prefrontale cortex voor in ons brein. Daar zit het verstand en de logica. En ik herken het wel, misschien anderen ook. Als je bijvoorbeeld een dieet volgt, wat natuurlijk uiteindelijk nergens op slaat. Maar als je dat zou willen doen... Hoort u dat? Ja. Dan gaat je op prefrontale cortex en goede overwegingen besluit je dan wat beter te gaan eten. En dan denk je erover na. En die prefrontale cortex kan die hamster temmen. En dat gevoel herken ik zelf ook. Als ik moet nadenken of ik het mag eten of niet, dan wordt die hamster geremd. En volgens mij kan een dieet ook zijn, de derde letter moet een L zijn, of de verpakking lichtblauw, het maakt niet uit. Als je erover nadenkt, dan kan dat, denk je erover na, en dan kun je hem remmen. Alleen die prefrontale cortex
is zo ongelooflijk sterk aan het nadenken omdat al die cellen aan één probleem gaan rekenen. Dat is een hele slechte multitasker. Het is dat, en dan is dat, en dan is dat. Dus je bent nu met dieet bezig. Het gaat als een trein. En je vertelt het ook iedereen, de kilo's vliegen eraf. En dan op een gegeven moment, dan moet die prefrontale cortex ook weer iets anders gaan doen. Een zakelijk of privéprobleem oplossen. Dan valt die rem weg van die hamster. En die gedraagt zich als een puber die alleen thuis is. En denkt, mooi, die 5 kilo die eraf zijn, kan die hamster weer... die moeten weer terug. En 5 voor de zekerheid extra, want je weet maar nooit. Dat is ja. A hier. Wij kinderartsen leveren nu een generatie af die... als eerste echt al als kind te zwaar is geweest. We hebben geen idee wat dat doet. Ik lever kinderen met 18 af die al kapotte levers hebben. Ja. Beschadigde levers. We weten niet wat dat doet. En wij kunnen dat niet aan. Wij kunnen dat niet opvangen in de ziekenhuizen. En dat is ook de reden waarom wij ons steeds meer inzetten, ook vanuit de ziekenhuizen, voor preventie. Wij moeten het aan de voorkant doen. Wat ik doe met die tieners is heel vakkundig de schade vaststellen, een klein beetje beperken, maar het is niet het gevoel dat ik s'avonds naar huis ga en denk, nou Felix, lekker gewerkt. Hoe jong is de jongste die je dan een maagoperatie krijgt bijvoorbeeld? Nou, je hebt daarvoor regels en onderzoeken. En het begint nu dat je vanaf ook teenagerleeftijd, bijvoorbeeld 16 jaren nu ook geopereerd kunnen worden. En, maar het is toch vreselijk dat het is, moet... Ja, het is heel verdrietig dat die kinderen daarvoor betalen met een buikoperatie voor... hoe toxisch wij onze maatschappij collectief zijn geweest. Hebben ingericht. Wat moet er dan veranderen, Felix? Er moeten een aantal dingen veranderen. Het zijn een paar voor de hand liggende dingen. Kindermarketing, ja, daar moeten we gewoon mee stoppen. No-brainer. Je moet gezond voedsel goedkoper maken dan ongezond voedsel. Schrijf het even op, ook voor de staatssecretaris. niet in de illusie dat iedereen dan de hele dag met de rekenmachine prefrontale cortex dat gaat uitrekenen. Maar dat gaat weer effect hebben. Maar nog belangrijker is dat een signaal uitgaat, een normerend signaal van de overheid. Ja. En we moeten af van die betuttelingsangst. Want ik maak mee dat mijn patiënten willen geholpen worden. Als ik naast hem kom staan en ze uitleg, het brein werkt zo en het is gewoon ontzettend moeilijk, willen ze hulp. Het brein is kansloos. Ja, maar ze hebben geen zin om die uitleg te hebben. Je moet even zus en dat zo eten. Ja. Dus ik denk dat Den Haag ook af moest voor die angst voor betutteling. Betuttelingsangst, want, ja. Ja, want ook juist, ik heb het allemaal niet gevraagd en gemeten, maar ik heb de indruk dat juist die groep die misschien wel nieuwe meerderheid in de Tweede Kamer hebben gekozen, juist die mensen zijn die zich vergeten en alleen voelen en die ook geholpen willen worden daarin. Je moet het alleen goed uitleggen. En dat is misschien net diezelfde groep die in hun stemgedrag laat zien dat ze er klaar mee zijn. Ik denk het wel. Ja, want dan wil ik graag onze volgende gast naar voren vragen. Ja. Om eigenlijk over die illusie van keuzevrijheid door te praten met ons. Dat is Benedikt Fiek. Dus geef haar een hartelijk applaus. Ja, ik ben aan het introduceren, dus dat ga ik ook blijven doen. Benedikt Fiek, strafrechtadvocaat. Meer dan 30 jaar ervaring in de rechtsbijstand in strafzaken en principiële zaken heb je daarin nooit afgeschrikt. Verwierf bekendheid, nationaal en internationaal, mogen we ook wel zeggen, met de Dutch Case, een strafrechtszaak tegen de tabaksindustrie. Leidde ook de aangifte onlangs tegen Gemoers. Welkom. Datasteel. Ja. En vul me vooral aan. De industrieën die hebben één doel, poen. Rijk, aandeelhouders, groot worden, zorgen dat ze de grootste worden. En dat is met de voedselindustrie dat zou ons natuurlijk ook niet... En soms zijn het ook gewoon dezelfde bedrijven, hè? Ongetwijfeld. Ja. Ik vind ze onwaarschijnlijk crimineel. Hoe mag de industrie opereren dan in Nederland? Kijk, de industrie die gaat gewoon door. En die gaan door als er een grens komt. En er is een grens als de overheid iets doet. Als de overheid begrensd regelgeving invoert. En een overheid doet soms iets, of misschien met een beetje schaamrood op de kaken, als er een procedure via de rechter wordt gevoerd. Ja. En nu Shell, die aangeklaagd wordt. Nou, dat Shell, een politiek Shell, president. Shell, die vinden dat gewoon bizar. Terwijl ze decennia geleden al zeiden van ja, de klimaatontwikkelingen, nou, dat weten wij natuurlijk al lang. Dus ze gaan gewoon door als ze niet gestopt worden. En dat moet de overheid weten en de overheid moet een keuze maken. Maar de overheid heeft toch ook gewoon een zorgplicht voor de burgers?
Artikel 22 grondwet. Wilde ik zeggen. Precies. Maar de overheid moet de gezondheid van de burger bevorderen. Ja. Wat doet de overheid? Die zitten toch altijd een beetje te rekenen. Even de accijnzen even op een rijtje zetten. En eventjes de inkomsten van de gokindustrie op een rijtje zetten. Dus de overheid schiet gigatekort. Dat vind ik echt. Kijk, Felix gaf twee klip en klare gegevens eigenlijk. Die zei, dat brein, daar kunnen we gewoon heel rustig van zeggen. Wetenschappelijk is dat idee van keuzevrijheid, Ben ik het totaal mee eens. Dat is kwatsch. Ja. En het idee dat we van bedrijven mogen verwachten dat ze iets anders doen dan alleen geld verdienen. Ook kwatsch. Is ook over. Dus op wat voor wetenschap zijn we dan wel nu aan het sturen? Ja, ik denk dat het besef moet doordringen dat de mens geholpen moet worden. Omdat de mens gewoon niet in staat is om zelf dingen niet te doen die slecht voor ze zijn. Als ik terugga naar die tabaksindustrie. Ja. De getargete groep is altijd geweest de kinderen. En welke parallellen zie je nu bij het voeding? De getargete groep, dat zijn de kinderen die in de supermarkt tijdens de pauze gewoon eventjes hun eigen boterhammetjes, die dan misschien wel van zuurdesem waren, gewoon weggooien en op jacht gaan naar het snelle voedsel. Maar ik ben ook benieuwd, kan het strafrecht als andere uithoek van de rechterlijke macht, andere uithoek van de triospolitica ook nog als toezichthouder optreden? Of zie jij als strafrechtelijk hier geen zaak? Je zei net, het is crimineel. Dat was niet alleen beeldspraak. Ja, er zitten natuurlijk ook haken en ogen aan, hè? Want de tabakszaak. Dat was een strafklacht. Mm-hmm. De tabaksindustrie is niet vervolgd. Waarom niet? Omdat ze zich zo geweldig hielden aan de richtlijnen in Europa en alle regelgeving. Punt. Dat was eigenlijk gewoon de reden om niet te vervolgen. De eisen voor de filtertjes klopten. Alles. En voedsel mag worden verkocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die controleert wat er in de winkel ligt. Als het verkocht mag worden, dan zegt de overheid. En dus ook als ik een strafklacht zou indienen. Ja, maar het is toch de keuze van de persoon zelf om dat zakje chips te laten liggen of om het te kopen. Meneer Van Ooyen, Maarten, mocht ik zeggen, wat ik eigenlijk, dat hoort eigenlijk hiërarchisch gezien helemaal niet. We hebben hier helemaal naartoe gewerkt vanavond, omdat toch wel duidelijk is dat de bal bij de politiek ligt. De bedrijven zijn misschien niet immoreel, maar op zijn minst amoreel. Dus die hebben in ieder geval geen moraal. Vrije keuze hebben we eigenlijk niet, dus het ligt ook niet bij ons consumenten. Dus we hebben het nodig dat de overheid regels stelt. Nou bent u, u kent hem allemaal natuurlijk wel, staatssecretaris van Volksgezondheid. Nog wel, maar ik heb begrepen van uw collega Hugo de Jonge, hoe langer het kabinet demissionair blijft, hoe missionairder we weer worden. Dus laten we hopen dat het nog lang gaat duren. Dus om u aan te sporen om toch nog wat te doen voor de mens en zijn gezondheid, bied ik u het eerste exemplaar aan. Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Demissionair bewindspersoon dus namens de ChristenUnie. En u maakt zich bij uw ministerie hard voor preventie en leefstijl gezondheidszorg. Wat maakt dat verhaal dan toch de moeite waard vanavond om hier te bespreken? Want het is zeer bewonderenswaardig dat u bent. Omdat het volgens mij nog veel te onbekend is. Ja. Kijk, ik denk dat de mensen hier in de zaal misschien ook niet heel verrast zijn door wat er vandaag gezegd is. Mm-hmm. Of vanavond gezegd is. Ik denk het wel. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, ja. Maar mijn inschatting is dat hier in ieder geval als mensen op maandagavond hier tijd voor maken. Precies, ja. Enig gevoel hebben voor het onderwerp. Terwijl ik denk, als we hier nou eens even de straat oplopen, of nog beter, kilometer of 50 een willekeurige richting op gaan en daarover straat even het stadsdeel op vragen, uit. Joh, wat vind je eigenlijk van een marsreep? Of wat vind je van een chocoladehavenslag? Dat ze dan niet komen met de mensen zijn plofkip. Nee. Maar dan zeggen ze hele andere dingen. Associaties die vooral bij hen voorop staan. En dat zijn allemaal redenen die we hier genoemd hebben waarom ze dat zeggen. Maar dat is wel de maatschappelijke. En nu komt het belangrijkste misschien wat ik vanavond te zeggen heb. En daarmee ook de politieke realiteit waar ik mee te maken heb. En het sterkste begrip is eigenlijk het woord betuttelen. Zeker. Daar wordt alles mee van alles. Tafel geveegd. Absoluut. Hoe werkt dat dan? Want het lijkt me toch heel ingewikkeld dat in het land wat wij samen hebben opgetuigd, dat iets als gezondheid, of eigenlijk wat wetenschappelijk als gezondheid mag worden gezien, dat politiek gevoelig lijkt te liggen. Ja, het is heel simpel. Als jij een voorstel doet waarmee jij gevoelsmatig de vrijheid beperkt, mm-hmm. dat dan wordt gezegd,
Dat is een inbeperking van de keuzevrijheid, dus betutteling. Ja. Dus nogmaals, een heel simpel voorstel. Want het gaat over het beperken van ongezonde voedselaanbieders. Dus kortom, ik weet niet of jullie het afgelopen, wat is het, een week of anderhalf geleden in de Volkskrant een stuk stond over al die McDonald's-vestigingen, ja, die overal willen belanden. Nou, dat is precies iets waar het over gaat, dat wetsvoorstel. Maar ze belanden daar niet, ze worden daar goedgekeurd. Zo is het, dat, ja, willen ze heel graag. Ja. Zullen we gemeenten een instrument geven om ze te weigeren? Want dat kunnen ze nu eigenlijk niet, want er is ruimtelijke ordeningswetgeving, maar geen gezondheidswetgeving. Dus als ze harde muziek maken, kunnen we ze weigeren. Of als ze openingstijden hebben die niet mogen, maar omdat ze ongezonde producten maken, kunnen we ze niet weigeren. Dus dan moeten we iets in de wet veranderen, waardoor gemeenten kunnen zeggen, nou weten we, hebben nu 3 McDonald's in deze gemeente, lijkt ons wel genoeg, die 4 hoeven we er niet bij. Het gaat niet eens om een beperking. Juist. Het gaat om het mogelijk stoppen van de groei. Nou, ja, nogmaals, ik dacht dat dat niet al te controversieel was. Zodra ik dat voorstel heb gedaan, is het gevoel, hier wordt keuzevrijheid ingeperkt voor 1. De mensen die graag bij de McDonald's komen, dus die hebben dat gevoel, ja, daar wordt moreel iets over mij gezegd. Blijkbaar mag ik niet naar de McDonald's, hè, een beetje dat gevoel. En 2, ja, maar die, dat is toch een commerciële vrije markt, dat moet toch gewoon allemaal kunnen doen. En maar is het ook, zit het daar niet eigenlijk voornamelijk in? Tenminste, als ik dan denk aan ja, 10 jaar neoliberaal beleid, dat denkt van ja, we moeten gewoon die bedrijven toch zo maximaal vrijheid geven. Daar zit het dus, ik denk dat het beide is. Want inderdaad, als het alleen, zeg maar zeggen, het klassieke neoliberale was, zeg ik maar even. Dus ja, bedrijven moeten alle vrijheid krijgen los van overheidsinterventies, dan zou het denk ik nog een makkelijkere discussie zijn. Mm. Want daar hebben we nu ondertussen steeds meer van geleerd dat je dat niet altijd moet doen. Alleen hier zit iets wat zo effectief is geweest, namelijk het gevoel, ja, maar ik mag toch zelf wel beslissen dat ik naar de McDonald's ga. Ja. Dus als ik zeg, misschien moeten we stoppen met die McDonald's in die, dan komt er een gevoel bij mensen die televisie zitten te kijken en ik denk, maar hij zit iets te zeggen over mijn gedrag. En daar hebben we dus kennelijk angst voor. Tegen doen. Ik bedoel, ja, het lijkt wel alsof de overheid zo ontzettend bang is om tegen de haren van de burger in te strijken en dat de overheid zelf eigenlijk niks meer, gewoon een soort tai chi, even lekker mee buiven met de vuist van de burger. Ik vind dat de overheid op de een of andere manier 0,0 leiding geeft. We doen het op dezelfde manier doen we op de industrie doet. Vaak genoeg herhalen. Precies. Combineren met associaties. Nudgen in de positieve richting. Als ze maar vaak genoeg die tactiek inzetten, dan op een gegeven moment gaan ook de medewetgevers, dus uiteindelijk ook politieke partijen, die uiteindelijk ook aan zet zijn, gaan uiteindelijk ook wel om. Want op kindermarketing had ik niet gedacht dat er echt een breed draagvlak zou zijn. Maar ik denk dat er zelfs met deze regering, nou, of ze moeten het, we gaan het zien, of deze regering, maar ik zou mij niet verbazen als zelfs deze, als het er komt, nieuwe kabinet, het wetgeving niet gaat intrekken. Omdat er al iets verschoven is. Omdat er langzaamaan die olietanker verschuiven. En zeg je dus eigenlijk nu tegen deze tafel die zich duidelijk zorgen maakt, vertrouw mij en geef die politiek van het draagvlak en van de bal, geef dat nog even tijd, want dan gaat vanzelf een grote verschuiving plaatsvinden. Nee, ik zeg juist meer boeken, meer ophef, meer discussie. En ik heb artsen heel erg aan mijn zijde gevonden. Die waren als echt heel erg bezig om mij te ondersteunen, te stimuleren. We samen met het Gezondheidsfonds ook vaak opgetrokken om te kijken hoe kunnen we elkaar versterken. Maar dat is nog veel meer nodig. Want ik denk namelijk dat draagvlak, of eigenlijk maatschappelijk draagvlak voor stevige preventiekeuzes, eigenlijk een vorm van solidariteit is. Maar is draagvlak niet net zo'n woord als betutteling wat ons juist een beetje tegenhoudt? Ik bedoel gewoon zorgen dat er een meerderheid is in de Tweede Kamer. Dat is geloof ik. Ja. En dat komt omdat er uiteindelijk in de samenleving daar een meerderheid voor is. Want dan gaan die partijen veranderen. Ja. En waarom is het een vorm van solidariteit? Omdat de groep mensen voor wie je dit doet, waarschijnlijk niet de groep is waar jij toe behoort. Dat maakt het, dat is denk ik een van de problemen. Precies, 1 op de 7 kinderen heeft overgewicht. Maar je kan dus ook redeneren vanuit democratisch perspectief, 6 op de 7 niet. En die 6 op de 7 hebben ouders die stemmen en die denken, hoezo moet ik stemmen voor preventiemaatregelen die in de supermarkt het beeld veranderen? Ja. Dat is helemaal niet nodig. Ja, juist. Omdat ze moeten opkomen voor die ene groep die de supermarkt inloopt en daardoor uiteindelijk inderdaad als een, beeldspraak. En dat vraag ik dus aan die andere 6 op de 7, kies juist voor deze kwetsbare groepen. En breek bubbels dus ook. Hm? En breek bubbels, zou ik zeggen dan. In dat opzicht wel, ja. Nou, wat volgens mij, hè, want we discussiëren dan hier in zo'n zaal maandagavond, iedereen zit mee te denken, bla bla bla. Maar er is toch gewoon een ongelooflijke plicht van ons allen, en zeker van politici, om de mens te bereiken, om
om duidelijk te maken dat die problematiek waar Felix het over heeft, dat dat de problematiek is waar de industrie op target, dat ze dat beseffen ook. Dat je dus niet, zoals ik als advocaat, moet gaan procederen om via een procedure ook nog eens functionele publiciteit te krijgen en een instrument te hebben om de mens te bereiken over dit soort onderwerpen. Ik vind het eigenlijk dat de politiek daar wel een steekje in laat vallen, vind ik echt. Ik ben het met jou eens. Okay. Meneer, maar en wat zou u daarop reageren? Dat ik het ermee eens ben. En wat hoopt u dan? Nou, ik hoop dat er dat op een gegeven moment het draagvlak voor preventiemaatregelen niet afhankelijk is van toevallige, hoopvolle bewegingen. Maar uiteindelijk breed collectief een besef is, dit is nodig. En ja, nee, maar het grappige is ik zeg dus zelf van nou, dus we moeten. Het moet toch van de politiek komen. En om die politiek te beïnvloeden, moeten we dus actie voeren. Dus zowel door boeken schrijven, stukken schrijven in de krant, maar ook de straat op te gaan. Demonstreren. Mensen hebben dus ook verzet gepleegd op sommige plekken tegen de komst van de McDonald's bijvoorbeeld. Ja, klopt. Dus hartstikke goed. Dus we moeten gewoon op die maatschappelijke trom slaan om uiteindelijk het beeld te kantelen. Ik wil heel graag de techniek bedanken vanavond. Ik wilde heel graag de sprekers van vanavond bedanken. Ik wil u zelf bedanken en natuurlijk Teun van de Keuken. Applaus. Oh. En nog een prettige avond. Hartelijk dank.